Zo, hallo, daar waren we weer. Ja, het ging allemaal een beetje raar. Heb je de spiegel geklapt? Nee. Ja, dat stond er nog aan. Oh jawel, met rijden natuurlijk. Maus. Ja, zeg het. Oh, zit hier bij je in de auto nou dan? Nee, Jan Jarre die rijdt achter, die staat achter ons. Oh, heel wat gezegd dat we weggaan. Ja, hij weet dat we weggaan. Oké, okay, nou de livestream die loopt. Ja. Dus dan zijn we terug. Ja. En gaan we die kant op. Het ging een beetje raar omdat hij eruit flipte. Maar... Hallo mensen. We gaan weer richting het noorden vanuit Lemmer. Omgeving Lemmer. Even kijken waar ik langs moet. Ja, volgens mij rechtdoor. Snelweg op. Ja, dan gaan we snelweg op richting het noorden. En dan kijken we nog wel wat in de kont, om het zo maar te zeggen. En dat is een beetje een vreemde plek om het hier te zeggen, want het is een homo ontmoetingsplaat. Heel jammer. Dus Jannie en ik zitten weer in de auto. Even het groot licht uit. Zo. De raampje een beetje dicht. Vlieland jongens gaat mal, oké. Okay. Nou, mooi. Vlieland? Ja, kom jij vandaan? Ik kom van Vlieland, maar... Benne en Tijn. Ja. Yeah. Geboren en getogen. Oh, een tijdje weg, hè? Zo, lekker man. Zo'n snelle jongen. Nou ja, wat we nog meepakken op de terugweg, kun je nog meekijken. Dat zie je niet of het scherp staat, hè? Nee, ja, dat is moeilijk. Maar het flitst nog behoorlijk, hè? Ja. Links, rechts. Ja, de camera thuis is het ook goed te zien. Ja. Een beetje. Ik weet niet of die. Dat is niet scherp. Hè? Kijk, ja, dat is even scherp. Ja, ik zie. Ja, een beetje scherp is. Oh, er zit een Vlieland, oké. Okay. Nou, doe ze maar de groeten daar. Achter ons is een droog gebiedje trouwens op de radar. Goed, dus je blijft wel wat verder, maar ja, dan sta je wat droog. Sorry, nog een keer. Achter ons is een droog gebiedje op de radar. Dus zit de bui wel wat verder, maar als we straks een plekje hebben met zicht richting noord, dan kunnen we de bui nog wel droog pakken. Ja, oké. Okay. Hoe ver is dat stuk achter ons dan? Oh, nice. Wow. Maar, Ja, ook shit, daar rechts daarvan zit ook weer wat shit. Ja, het is moeilijk, moeilijk inschatten. Dashcam.
thuis nog wel eens staat. Oh, wauw, links. Ja. Je ziet hem, de weg die ging een beetje naar rechts. Ja, ja. Hij heeft een buigen met ons hoofd. Maar is het gewoon weer de bedoeling om richting dubbel nul, of niet? Ja, moet even kijken, als het droog is eraf, want ik wil hem liefst snel wel even kunnen pakken. Ja, je stond ze net op het parkeerterrein, dat was genoeg toch? Sorry, wat zei je? Zei, we waren net op het parkeerterrein, dat was genoeg. Ja, ik bedoel toch echt ontladingen pakken. Ja, bliksemflitsen. Dat is net zeggen. Een beetje speling. Nou, dubbel onderaan, dan rijden we daar eerst heen en dan zien we op onderweg wat tegenkomen qua droge plekken. Hij is nog wel mooi actief. Ja, terwijl het al een lange onder is. Hier verder ook wel mooie plekken. Ja, ik denk dat toch dan. Dat staat even niet op de voor. Nog een keer. Deze niet door de voor, de T-O-R-E. Oh, door de voren. Ik weet niet wanneer die voren er was. Ik heb niet meer gereden. Nee, oké. Okay, nou, ik weet niet zeker. Ik had het niet echt. Ik was redelijk druk vandaag. Oh, zo. Wow. Ja, en dan snel het loodknopje van de dashcam even activeren. Ja, snel zijn. Ik moet eerst erbij halen en het scherm is zwart standaard. Ja, die voor mij loopt altijd mee, gelukkig. Ja, jij hebt een knopje aan de zijkant, dat is wel makkelijker. Ik moet het scherm aantikken en dan gauw die windsie-knop indrukken. Dat is touch. Dat is nog onhandig. Ja, hij breekt al wel wat op. Regen, hè? Ja, hij breekt al wel wat op. Ja. Hij zit al een hele lading, hè? Dat is het tankstation waar toen destijds de blokkeer vriezen. Ja, dat was hier ongeveer dat het stil stond. Ja. Foto met het tankstation op de achtergrond, dat was hier. Ja, nou zitten we op links voor ons, hè? Zo breed doorontwikkeld. Ja, we zijn gewoon dik en groot. Ja, dan zei je eerst van nou, Groningen krijgt niks, maar. Ja, straks nog een stukje. Nou ja, richting Groningen. Ja, ik zat net even, ik heb een appje binnen, Marcel, die hebt het. Dus het activeert inderdaad op de voor. Ja, oké, okay, waar is die voor nou dan? Ja,
het is even moeilijk lezen. Zo. Ik heb het telefoon rechts liggen. Zo even, ik zal even kijken. Maar die, ja, die zal hier dus nu langs trekken. Nou, meestal is het met al een auto, hè. We staan er met twee auto's. Nou, dan gaan we maar inhalen. En die ene die zei dat hij 300 kilometer gereden had of zo. Die dat hij bij de brug stond. Oh. Ja. Het zal voor hem misschien veel zijn, maar 300 kilometer is bij ons een thuiswedstrijd. Zullen we rijden? Ja. Ja, die ene man had de caravan mee voor zijn werk. Ja, dat boer. Die moest dus helemaal naar het zuiden. Maar die had het niet de bouwer aangekeken toen hij wegging. Dat had hij beter wel aan. Ja. Hij komt nog goed aan. Jawel, wel een mooie caravan. Ja, dat is Heerenveen. Hoe rijdt het ook? Ja, het rijdt helemaal mooi. 30 gaat bij ons langs van het dijk. Nou, van het dijk gaat het van hem zo. Ja. Flitsen en non-stop. Ja, 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 het zit een hele dikke lijn. Ja, maar ook die hele breedte. Ja. Nou, ik heb een powerbank zo wel bij me. De energie zat ervoor en er voor. En dan de VORE die triggert hem. En daarachter zit er niks meer. Dus die had eerst de pulsbuitjes, toen kwam de voor. En dit is ja, wat de voor passeert. Ja, oké, okay, maar die zit er een beetje al noord van ons. Ja, dat het die bui links triggert. Wat is het daar voor vlek? Ja, dat weet ik niet. Zijn wel... Nee, dat is niet. Zijn wel buitenkant. Als het goed is, komen we straks in het droog stukje. Van rechts, die je nu ziet, dat is een bui die vanaf Assen via de N81 ongeveer richting Drachten trekt. Dus als het straks droog is, zouden we die ook nog kunnen pakken. Moet je even kijken. Ja, oké. Okay. Dus links van ons zit er... Zo, er zit ook een bak regen. Maar dat is de voor en rechts die... Die komt nog erachter. Ja, dat is correct. Allee, joh. We rijden nu op de A7 richting Drachten. Heerenveen, ja. Nou, we zijn net Heerenveen voorbij. Ja. We rijden in een auto. Op de snelweg. Dat is belangrijk. Kniezoor die daarop let. Dat is belangrijk. Maar jij wou dus nog kijken bij... N381. Ja, kijk of het ergens droog is. Er zit ook wel wat regen omheen. Maar goed, als het straks een stukje tussen nu en Drachten droog is, misschien bij Gorredijk, dan kun je bij de carpool staan naar beneden.
En dan kun je, heb je zicht zeg maar richting het oosten. Ja, oké, okay, ik heb niet, geen idee hoe groot dat die. Hij is wel goed actief, maar hoe groot is die? Ja, die. Ga ik zo even kijken. Jannik kijkt ook wel even. Ja, die is groeiend en er komt straks een droog stukje als het goed is. Dus ik gok, ik hoop, ja, dat meer hopen. Maar dat het bij Gorendijk dan eventjes droog is. Er zit een klein droog stukje tussenin. Neemt een beetje af, zie je dat? Huh? Neemt een beetje af. Oh, hij bedoelt die? Deze denk ik, of die? Nee, die. Ja. Maar deze komt er ook nog aan. Ja. Dat is wel later zorg. Ik ben wel, maar. Zijn reuze been is het droog. Er wordt via de stream gemeld dat zijn reuze been droog is. Ik kan daar ook wel hier rijden. Sorry, wat zijn het laatste? Waarheen? Zijn reuze been is het droog, wordt hier gezegd op de stream. Ik ben bang dat we hier rijden zijn dat dat niet meer zo is. Er komt een mooie pak regen ook daar langs, denk ik. Want dat trekt over Drachten en ook het noordoosten van Drachten. Een meisje, gaat lekker jongens. Een meisje. Michael, wij kijken op lightningmaps.org. Hey Vincent, Groningen, lekker spooky aan het waaien en in de verte horen zo'n disco in de lucht. Hier straks, ik zal een statief. Mooi. Oh, dikke vette CGNRS. Oeh, nice. Ja, ik zit net even met de schil open kijken naar het scherm. Ja, maar de maat van me die zit in Groningen en die zet zijn statief nou ook klaar. Ah, nice. Ja, het is hier een beetje twijfelachtig nog qua regen, hè? Het lijkt droger, hè? Het is wel droger dan zo net. Ja, ja, dan even kijken. Moeilijk. Ja, moeten we dan hier eraf? We kunnen proberen. Net op het juiste moment. Ja. Oh, je ziet hem wel mooi rechts. Welke kaakpomp hebben we dan? Oh, we hebben zijn laatste... Boven naar rechts toe, dan doorrijden, rotonde, dan drie kwart geloof ik. En dan voorbij de tankstation is dat. En daar heb je als het goed is dan vrij zicht richting het oosten. Dank u wel, Google. Google. Ja, makkelijk hè. Hallo Ambu. Zo. Bij de Mac. Ja, joh. Leo zei bij de Mac. Leo zegt bij de Mac, bij de A7. Doe nog wat meenemen dan, Leo? Ja. Ja, het is hier ook goed als droog. Ik gok het liever hier, want hij rijdt. Ja. Een bui rijdt niet. Die gaat wel door. Een mooie vette back mine in Vallejo, dat ding. Ja, ja. Dikke hamburger. Jongen. Dikke hamburger, jongen. Dubbel. Een beetje. Leo, jongen, vriend. Frietjes. Het is ergens lijst 3, nee, maar de scooter. Ja, dan niet zwaaien, hè? Nee, ja, hij zwaaide wel. Wij niet. Ja, wij zwaaien ook wel. Alleen dan? Naar Leo? Naar Leo, ja. Nou, hij zei niet, ik ben Leo. Nee, maar ik herken hem wel. Nee, ik niet. Wie rechts? Nee. Hier links en dan? Links en dan meteen weer rechts, waar die andere auto ook vandaan komt. Ja, maar ik let nooit op andere auto's. Oh, daar hebben we altijd eerder gestaan. Van de politieagenten. We hebben altijd heel veel politieagenten voorbij zien komen. Carpool, is ook zo'n ontmoetingsplek? Of? Nee, dat is een carpool. Oh, dan kan je hier. Oh, ja. Oh, er staat wel meer. Maar de activiteit is er een beetje uit. Ja, dat mag niet. Ups. Oké, die kan dat gooien. Dat is weer een mooi plekje hier. Ga opstellen. Ja. Zegt hij? Ga opstellen. Ja, niet aanstellen, dacht ik. Boeia. Ik laat ze er even in hangen, oké? Okay?
Links erop een hokje dan. Ja, dan moet je een statief even mee hebben. Weer. Ja, je beide statieven nu mee. Nee, telefoon erbij. Ja. Nee, dan zetten we de oude dame even neer. Ja, dan kan daar de statief er wel even uit. En dan zetten we hem in een bushokje neer. Of wat voor hokje dan ook maar is. Jannie? Pak jij de telefoon nog door, Jannie? Ja, maar die zit naar de andere kant op te kijken. Die kan daar wel een initiatief dan, toch? Ja, nou, ik zal ze er weer uitpakken, voorzichtig. We gaan weer uit de auto. Laat maar even voorzichtig dat ik jullie niet wegdruk. Dat is altijd een beetje fluff. Oh, ik haal het gelijk het hele ding eraf. Nou, dat kan ook. Oh, techniek, jongens. Het zit er bij jouw rotatie op. Wie? Volgens Kachelman zit er bij Angelique op die buirotatie. Zo. Oh, dat heeft Angelique weer. Ja, die heeft... Ik ben bang voor spinnen, maar ze... Niet bang voor onweer. Oh, dan hadden we dat andere hokje even... Ja, dat heb ik gefotografeerd. Ja? Dat heb ik naar toe gestuurd. Ja, dat... vol spinnen, joh. Ja, dat heb ik ook gedaan. Volgens mij mijn oogje een beetje... Ja, eigenlijk... Dan gaat hij weer scheef. Nee. Ik krijg hem er niet zo mooi in. Ik zie hem niet. Van de camera. Want je kijkt in dat scherm en dan zie je niks. Zo. Deze moet omhoog, zei hij. En dan moet hij erin. Ja, hier moet hij erin. Ja, hier moet hij omhoog. Ja, dat zei ze daar. En hier ook. Moet hij omhoog. Ja, hij moet er nog in toe. Ja, hij zit. Nee, dat wil ik allemaal niet. En is het lekker? Heerlijk. Oh, zie, daar gaat hij al. Bijna donder mijn camera. Nou, we staan weer bij Gorredijk. Wat is dit, jongens? Ik zie ze ook maar 22 jaar. Ik weet niet eens op mijn camera fiets, vast moet zetten. Iets van een fietshokje samen. What the fuck? Ja, inderdaad, vlak bij Gorredijk. Ja, als het goed is wel, ja. Dus we gaan het even afwachten. Ik ben nu in de regenzone. Ik ben steeds vlak bij huis. Ik ga hem nou zo even ergens neerknallen. En dan ga ik eerst nog even weer opzetten. En dan ik zie hem in de weg. Dat het staat helemaal recht, man. Nee, dat is ook niet, man. Ja, ik kan. Ik weet niet eens waar ik. Wacht eens. Zo. Dubbel info, kijk, dat was. Nou staat hij recht. Ja, dat klopt. De activiteit gaat er een beetje uit. Joh. Had ik ook gezien. Ja, dan kun je niet bij. Maar er zit nog een. Bij hem en ja, dat is nog te ver weg. Zou ik te denken, maar dat. Of wil dat nog? Dat je bij Emmen gaat staan onder dat, bij de tankstation daar. Langs de A37. We hoeven niks voor Leo mee te nemen, zeg je. Oh. Nou, jammer. Kom het zo brengen hoor. Nou. Niet? Oh, bellen niet. En dan moet je zelf even. Ja, ik moet straks op bed. Ja, jij moet oh, zeg eentje links, op zijn zeetje linksboven. Ja. Zet je erop? Ja, ik ga hem erop. Niet veel IC hier momenteel. Het is er een beetje uit. Op de lightning logs te kijken. Ja. Ah, daar zit dus zat dus volgens Kachelman wel rotatie op die bui daar. Oh, dat zou best kunnen. Want deze die hier aankomt. Ik weet niet of het deze is. Of er komt nog wat aan. Ja, dan volgens mij dat erachter zit waarschijnlijk. Ja. Maar dat duurt nog even dat hij... Ja, die zit bij Noordhorn. Ja. Emmen. Want die gaat wel richting Emmen lijken. Ja. Daar staat Angelique nu op te wachten. Jeetje. Gewoon op het bushokje, zet ze. Nou, wacht ze gewoon op de bui. Ja, precies. Kijk, die bedoel ik. Ja. Die gaat zij op wachten? Ja. Heeft ze wel brood mee dan?
Het is volgens mij die, even kijken. Ja, die wel denk ik. Want dit gaat allemaal de Noordzee op. Nu ben ik Noordhorn zit, even kijken. De Noordhorn zit iets te laag. Ongevallen. Dat gaan daar. Oh, dat is... Noem maar eens even op 10 seconden. Oh, die bui. Oh, je hebt een stap gepiest. Yes. Ruik je? Ja. Gadverdamme. Ja, is even niet anders. Ja, dat ruiken die mensen dan niet, hè? Wij staan hier gewoon. We staan te vergaan van de lucht. Allemaal voor jullie. Ze horen alles wel, hè? Ja, alles horen. Ze horen echt alles. Dat geeft niet. Ze kennen mij wel en mij en Melle. Kijk, in het gesprek hoorde ik net ook van jullie. Oh, jongen. Een bakje, weet je wel. Een beetje. Oh ja, de borsten. Ja, dat hoor je wel. Dat kun je mooi volgen. En hij klapt uit hier. Ik heb een pindahallekie, dus ik moet er altijd even opletten. Ik denk, hoe gaat het? Hoe gaat het? Hoe loopt het af? Oh. Nee, hoe snel? Omdat het zo snel. Ik denk, oh, dat is geen WhatsApp of Telegram natuurlijk. Het gaat via het bakje, hè? Oh, dat? Ja, ja, ja. Ja, een mobielfoon. Ja, mobielfoon. Mobielfoon. Ja, voorheen deden ze het er ook zien halen, maar... Ja, dat verwijderen ze snel met die ja, elke keer het raampje open daar in de regen. Ja, weet je. Moet die reacties wel in de gaten houden. Ja, jongen, rustig. Je vraagt steeds waar we zijn. Dan denk ik... Hier, we zijn hier! Dat is niet zo belangrijk. Dat is niet zo belangrijk. Gaat erom. Ik moet een verhaaltje vertellen. Ja, doe hem even. Hier, de microfoon, kijk. Hallo? Ja, het mocht niks wat kosten. Voor verhaaltje moet het vertellen dan? Waar zijn we hier? In Beetse Zwaar? Nee, in Gorredijk. Wat heb ik al gezegd? Dat heb ik al gezegd. En dan vragen ze straks nog een keer. Dan moet ik het weer zeggen. Ja, maar dan ga je gewoon in. Dat doe ik heel vriendelijk. Dan zeg ik, nou, Gorredijk. Sta in Gorredijk! Heel vriendelijk. Hij gaat van rechts naar links. Nou, hoor je dat? Links. Voor en naar achter. Van rechts. Hollanderdijk. Van links naar rechts. Maar dat hoeven ze allemaal niet te weten dat we hier... Geen probleem in Ja, de mensen nog op zee zitten. Joh. Ja. Nou, we begonnen in Dordrecht, maar ik was met mijn fiets opeens begonnen te waaien. Joh. Ja. En dan heb je dat echt dat gevoel zo van... Oh, ja, dan moet je niet al over elkaar, hè? Nee, volgens mij is een takje. Oh, ik had net ook een mug, hoor. Oh, nice. Zo. Zeker. Got hem. Ietsje meer naar links, weer. Ja, dan gaat er een actief van rechts. Ja, Marcel, goed zo. Oh, kut. Oh, wat doe je nou? Spinnenweb. Oh, blij dat jij hem hebt. Melle ruimt op hier. Ja, die gaat langs de spinnenweb. Ja, die dingen raken de ijzeren staaf of zo. Dat dacht ik ook, ja. Ja, dat dacht ik ook. Oh, kut, spinnenweb. Dat hele hokje oh, stuk, zie je dat? Hè? Ook kloot, hè. Dat is echt kloot, ja. Je moet wel netjes praten. Oh ja, ik... Oh ja, ABN. Nou, niet over kloten. Ze trekken hier eens uit het been, lijkt het. Wat aan te trekken. Ja, het was daar droog. Nee. Trek hem aan, ouwe. Nou, ik weet of ze oud is. Maar... Oh, dat weet ik ook niet. Ik zag alleen de titel. De tekst. De titel? Dat wordt een beetje Melle. Ga je selfie maken, Melle? Ik was de eerste die een onweer selfie maakte, hè? Oh ja. Dat was al jaren terug. We hebben ook nog onze selfie. De selfie, ja. Melle en ik voor de selfie. Oh, wat geweldig. Kijk, Melle en ik voor de selfie. Selfie. Oh, ik heb het lekker uit laten zien. We moeten naar de andere kant kijken, hè? Ja, dat deden ze op parkeerterrein. Ja, dan keek je aan de andere kant op. Kant kijken. Ja, absoluut. Je hebt veel auto's zijn daar. Ja. Ik reed het parkeerterrein ook over. Ik denk, nou, je stopt al bij Mouse iemand. Licht, een Mouse deed licht. Mouse die deed de deur op slot. Die dacht, oh, ze springen zo in mijn auto. Ja, echt niet, dat doen ze niet. Nou, je weet en ik had snoepjes mee, dus die gaf ik dan wel aan ze. Ja. Ik ging ze wel weglokken. Zo hier, snoepje. Ja, dat is een orenparkeerterrein, daar zijn ze naar een ander. Oh, je hebt een seintechniek. Bij de A-Zone. Daar zijn ze naar een ander. Daar heb ik een staan. Dat is even een fietsenwinkel. Ik ging in donkere zuin, die lampen roer, lamp uit, een krippel uit, de gang zal niet zijn. Iemand door ik op slagje. Ah, mietjes zijn jullie daar. Je moet gewoon je deur open doen. Kom, ik ging vast alleen naar mij. Ja, nee, ja, het is even pijnlijk en daarna is het goed. Op dat plekje van ook voorzien daar. Gewoon even lachen en ontspannen. We zijn nu wel in de regen, maar we zien die buiten nu boven de N81 en dat dag Angelique! Dat was Jannie. Nou, dat was onverbodige informatie. Dat nee, ik zei dag Angelique! Ja. Nou, dat was heel lief. Nee, ik bedoel, ik zei dat jij van jou. Was. Dat was. Oh, dat was overbodig. Goed, lang wil verhaal, sorry. Ja, jeetje mina. Ben je nog steeds op mij? Ja. Die duim wel afhalen. Ah, ik kan hem op. Hij is links ook nog lekker, hè? Ja, klopt. Waar komen wij uit de buurt?
Ben Hofma, waar woon jij dan? Ja, hier uit de buurt, maar dat kan overal zijn. Ja, ja. Dan komen wel hier uit de buurt, maar of dat ook bij jou is. Ik weet niet of Ben alle volgers bedoeld of nou, ik denk iedereen. Lieve mensen, dat zijn wij. Ja. Oh, mooi! Shit, ik had een veel te gevoelig staan, ben ik bang. Ik had hier zo net omhoog gedaan. Ik ga kijken. Ja, precies. Ja, helemaal wit. Oh, ja, man. Dat is een nadeel als hij eerst ver weg zit en dan ineens dichtbij. Holy cow. Nou, die was wel mooi op live zien, denk ik. Je hebt hem ook wit, of niet, Melle? Ja, maar ik zie wel strepen erin zitten. Nice. Oh, maar ik heb hem hier zo op 200 staan. Ja, ik had hem op 1000 staan. 2.8. Ik ben nu naar 400. Ja, je moet het maximaal. Ja, wij komen uit Friesland. En hoeveel sluitertijd heb je dan? Oh, je hebt een trigger. 1 seconde aan, wat trigger, ja. Ja, zie je, ik doe gewoon zonder trigger nou. Hallo, Jannie, hoe gaat het met jou? Goed. Ja, hier loos de baan ook. Hoe zeg je dat al je? Het biedt on. Het biedt on. Wauw, mooi. Zo. Donderd ook nog. Ja. Jannie zijn meteen hooi terug, maar dat wil niet met een voice chat. Nee, ja. Dus hier is Jannie. Hallo, ik ben er. Oh, we zijn hier met z'n vrienden. Heel gezellig. Tot zover de toekomst van Jannie. Maar ja. Mooi dat het niet alleen meer weerlicht is. Is het ook weer flits nu? Of dat toch gebeurt? Apenkoppen, pardon. Nou, laat ja, dat zegt Leo. Houden. Leo zegt apenkoppen. Apenkoppen, dat hangt boven de rechten. Ja, dat zijn ook bijna. Van de ziekenhuis in Leo. Dus die hebben we droeg. Ja, hey, wel een mooie compositie. Nou. Even de lamp eruit. Hier hebben we ook al eerder gestaan. Ja, maar dan stonden we daar inderdaad. Nee, nog voordat ik jou kende. Oh. Ik heb ook gestaan, maar dan was het al. Net zoals bij Lemmer, dat heb ik ook vorige keer gestaan. Ja, dat zei hij ook. Ik kwam er elke week zijn. Ja, vertelt hij precies hoe het gaat allemaal. Ja. Nee, maar toen was daar en dan was daar nog een CG naar beneden. Ik herken die bomen dan. Ja. Ja, ik herken die bomen, hè. Ja. Een rode zakdoek moest je mee hebben, toch? Ja. Die zeker laten vallen. Zo laten. Hij rommelt wel constant, hè. Ja, hij is goed actief. Kaas, ja dat is wel Maus. Maus is van de kaas. Maar die heeft het niet bij hem, denk ik. Zullen wij even kijken? Ik had wel worst mee, maar die ligt allemaal los in mijn tas. Oh. Nee. Ja, horen, zien en zwijgen. Ja, inderdaad. Alleen ik zie alleen maar zwaar horen, zien. Nee, alleen zien. Zwijgen is bij jou niet bij. Nee, dat zegt Leo. Wat is Leo eigenlijk een aparte man? Je moet wel vriendelijk blijven tegen de kijkers, hoor. Ja, maar ik ben tegen Leo heel af vriendelijk. Ik heb ook wel eens commentaar op Facebook. Hallo? Hi, kijk, nou kan ze wel live spreken. Oh, kijk, dat is alsjeblieft. Oh, hallo! Waar ben je, Leo? Jeetje, ik zie niks. Waar ben je dan? Ik zie je niet staan. Ik heb nog even aan je gedacht. Oh, ze heeft een zwart pak aan. Ja. In het spinnenhokje, heb ik even aan je gedacht. Echt hele dikke spinnen. Ja, dat was niet romantisch, hoor. We stonden in de buurt bij, waar waren we? Een Zwifte band, die afslag hadden we genomen. Maar hier zit ook een dikke. En we hadden een... oh ja, inderdaad. En dat was een hokje. We denken, oh, laten we daarin gaan staan. Maar waarschijnlijk werd het bushokje al een jaar of 28 niet meer gebruikt. Want die was vol met spinnen. Ik heb een foto gemaakt voor je. De oh, nice. Wow. De foto komt dan jouw kant nog wel op. Ja, die zit in een bliksemdetector. Oh, in een BD-app al? Ja. Oh, dan kun je hem daar uithalen. Mocht je nog even naar binnen willen kijken. Goed vergroten. Ja, hij trekt van recht naar links. Nee. Niet, hè? Ja, help. Maar jij staat daar op droog plekje? Ja, het is redelijk droog. Nou, het is een beetje. Sta je alleen? Ja, ik sta alleen. Oh. Dat weet je niet. Nee. Misschien zegt ze wel, ik heb iemand bij me. Dat kan allemaal. Wow. Zo. Leuk. Leuk. Ja, dat is op de weer. Ja, maar aan de andere kant zie ik bij jullie ook kijken. Oh, zie je ons ook? Zullen we zwaaien dan? Zie je dat? Net? Zwaai dan. Ja, je ziet niks, maar je bent helemaal zwart. Lijkt als een ninja. Boven de boulevard. Ik zie jullie ook niet, hoor. Oh. Nee, dat was... Nou, Maus, wat is dit? Het is een mooi zicht boven de boulevard. Zit er nog op een Kennedy dan? Ja, het is te donker.
Dat is daar al, Leo. Kennedy. Kennedy waarom? Ah, je kent die flat, dat is gewoon niet zo zelf. Ja, dat ziet er wel mooi. Kom even langs. Met 3 hamburgers. Oh, ja. Oh, ik had hem al op de selfie stand staan. Nou, ja. Goed gesprek dit zo, hè? Nou, het gaat weer nergens om. Zoals gewoon. Nou, hier is hij aardig actief. Hij staat onder een fietshokje ding. Dus, het regent hier wel, maar... Niet in het hokje. Als je het hokje bij Groningen hebt, dan moet je tussen de gaten gaan staan, hè? Ja. Dan heb je mooi zicht richting Duitsland. Ja, hij zit hier nog aardig ver weg, maar misschien wel zijn nu nog wat CG's en CC's. Dus met name CC trouwens. Maar ja, hij trekt echt niet erachter, maar er zit nu volle regen achter ons van die bui net. Dus we kunnen ook eigenlijk niet echt in een ander droog plekje. Het was toevallig dat hier een mooi droog plekje was. Maar... Waar ik uit kan wijken, want alles staat precies verkeerd. Wow. Oh ja, die viaducten en zo. Nou, wat tijd voor herbouwing. Die staan allemaal verkeerd en ik kan wel naar die... Oh, daar sta je dan mooi, Leo. Kijk, verkeerde kant op. Daar staat hij, ja. Nee, dat is, ja, misschien is hij doorzet, dat hij dan nog wel eroverheen trekt. Ja, er zit wat vertraging tussen. Sorry, deze gaat? Ja. Dus als je iets zegt, dat duurt even voordat je hier eventueel wat ziet. Die gaat dezelfde route trekken als die bui die wij nu zien. Oh. Het zou mooi zijn als hij dan niet zoveel in de breedte ontwikkelt voor jou. Nee, precies. Dat zou wel perfect zijn als hij dan daar nog verder ook. Oh, nice, ja. Oh. Ah, dat zou. Ja, hier ook. Het zit een stuk. Het zit best wel een stuk tussen, of niet? Ja, nog best wel. Maar ja, goed, weet je, als je rotatie opzet. Ja, dan wordt het goed statief straks, hè? Dat wordt wel live vanuit een tornado. Ja, dan moet je live trouwens, hoor. Ja, dan moet je mee vliegen. Ja, als je meegezogen wordt in de tornado, moet je meteen live. We staan vlakbij voor de dijk, Sabina. Niet? Ja, dan ben je wel de eerste die beelden vanuit. Ja, dat zijn wel unieke beelden. Dan heb je je drone niet eens nodig, hè. Dan kun je gewoon zo... Je moet gewoon wat praten, gewoon over het weer en zo. Ja, terwijl ik in een... Ja, dat kan best. Dat vinden mensen te spannend. Dan krijg je heel veel kijkers. Dat is wel een goede... Oh, gesprek in de wacht. Oh. Nou, leuk. Zomaar in de wacht gezet hier. Oh, CC. Oh, wow. Ja, leuk. Nou, we staan nu in de wacht. Nou, dan ik heb ondertussen kaart moeten halen als ik hem mee heb. Net zo, dan wacht zij maar even hoor. Laat hem maar even lang wachten. Dat hoort ze dan niet. Ja, dat weet ik ook wel. Maar dat mag ze wel horen. 3 hoog? Gamma heeft toch niet zoveel verdiepingen? Ze zijn er in een gamma, jongen. Omkool. Ja, dat zei hij. Bij de gamma, nou. Hey, de gamma is ook dicht hoor. Ik ben heug. Oh. Woont hij daar dan? Dat denk ik wel, ja. Waardoor er een traaie heug zit. Ja, nou, ik had toch ook op een koffiezuim hier, man. Ja, op Snijden ook nog eens naar een koffie. Ja, in deze tijd makkelijk. Nee. Natuurlijk wel. Echt, we zouden toch ook naar Wieshuis met z'n allen? Ja, en niet om 10 uur s'avonds. Waarom niet? Ja, hij zei, je bent altijd welkom. 12, hè? Ja, dan kan je nog een koffie drinken. Niet? Ja, dat geloof ik niet. Okay. Het wordt allemaal afgeraden. Beetje dom. Ja, nou, is een dikke bad naar beneden. Hopsa. Nee, naar beneden. Net mooi. In de wolken. Ja, ik loop hier meteen met de auto om kaart te pakken. Maar het zijn de mini fietsers net geworden. Ja, hier hadden we het. Gaat dingen maar op. Had je geen kaart dingen meer? Nee, wel mini pizza dingen, is dat ook goed? Mini pizza dingen. Ja. Maar moeten ze eerst nog in de oven? Ja, dat denk ik. Oh, ciao. CC. Oh. Het CC-clubje. Dat klinkt weer heel... Holy shit! Wow! Let de camera even uit. Oh, die was gaaf. Zag jij hem ook? Ja, ik zag hem, maar mijn camera stond net even uit. Oh, ik heb hem overbelicht, maar die ga ik dan wel kunnen terug... Zonde. Zagen jullie die? Op livestream? Oh ja. Dat was wel heel gaaf. Oh, hij rommelt.
Van haar na. Wat zei je? Hij rommelt hier. Ja, hier ook. Hier ook hoor. Eerst, ik hoor jou. Ja, wij waren jeetje, opschepper. Opschepper. Ik zit op ISO 400 en hij was overbelicht. Dus, nou, hij gaat er lijkt me doorgaan. Maar hij wel, die kan ik nog wel recht trekken. Maar heel mooi was hij. Ja, dat was nice. Ja, okay. Ik neem de camera even uit om te kijken naar die andere. Ja, shit. Mooi kloten, ja. Wow. En die komt ook dichtbij nu. Zo. Ho, 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 ho. Lekker. Oh, jij zit daar. Nee joh. Oké. Okay. Nou, mooi. Blijven ja, zitten. Hier ook even dreunen. Mooi. Oh. Nou, mocht iemand een snackje willen stellen. Ja. Kan je daar doorrijden? Oh, ja. Ja, dan kun je parallel langs. De... Ja, maar die keek eerst even wat er stond. Ik dacht, nou. Ja, het is weer zo'n plek. Jullie hadden geen zakdoek mee. Nee. We stonden net bij een bepaalde ontmoetingsplek met z'n allen. Een bepaalde ontmoetingsplek? Ja, dat wist je niet. Met wie zijn jullie dan hoor? Ach jongen, we zijn ja, achter. Jij, jij, oh. Want Rick is vanaf de Lanen weer teruggegaan richting Rotterdam. Je zit echt live, oké. Okay. Je stiekem blijven hangen. Ja, of hij is stiekem weer teruggegaan. Hij zei wel dat hij naar huis moet, maar hij had honger. Ja, hij had wel honger, ja, dat heeft hij wel gezegd. Ja, hij heeft niet gezegd waar hij honger naar huis. Nee, hij moet nodig even eten, zei hij. Ik weet niet of hem nou goed gedraaid heeft. Hij moest eten. Ja. Dikke, dat klinkt ook heftig. Ja, staat er mooi op. Dit? Gordendijk zitten we. Ja, oh, je bent iets te dichtbij. Oh, ja. Oh, we staan hier gewoon. Oh, nice! Daar is ook een diep aan toe dus. Oh, jumig. Het was daar ook goed te zien, diezelfde flat. Tuurlijk. Ja. Nice. Waarom ja, meer? Even kijken. Ja, hij blijft maar triggeren, dus dat is een beetje onhandig. Waarom zeg je, je hebt geen interval timer, hè? Even kijken. Ja, dan moet ik weer helemaal terug. Dat klopt het ding, joh. Ja, als ik gaat hij aan wanneer er een flits is, dus dat is toch wel heel fijn. Ik dat ding, ja, nee. Dat... Flits, en mooi van deze is, deze die had een interval timer erop zitten. Die kun je gewoon instellen. Hè? Dus ook een s'nachts, ook een trigger naar de broek. Hoe je steeds krapje te drukken, uit op zelf. Klein dat kan. Maar hij slaat het slier op, maar wat drie namelijk. Ah, hij redt hem wel. Maas is wekker. Ja, kaasje vol. Dat is de hele tijd. Ja, ik zei het niet, dat ging in totaal erin zetten. Meerdere. Ik heb hem op de foto's al. Ja, ja. Dit was de eerste die wij goed... zo fel zagen. Oh nee, eentje eerder. Maar dit zo, dit gaat ook door. Alleen dit is allemaal IC voor ons. Ja, ik heb CG. Maar deze net? Ja, die was net. Oh. Dat was niet die dat ik zei, die was heel vlak bij mij. Want die was echt tussen mij en jullie. Nee, het is Friesland, okay. Paulina. Voor de oh ja, oh tuurlijk ja. Dan zie jij die bui van ons achter jou of zo, zeg maar. Ja, die is net achter mij. Dat is wel onze bui, hè? Ja. Klein. Ja, het eerlijk verdeeld, zij pakken een andere bui hoor. Oh, oké. Okay. Dus ja, dat vind ik ook. Ik pak niks van jullie af. Nee, oké. Okay. Dan moeten we even praten. Doe weer een. Nee, precies. Dat is wel. Nou, Rick had er wel deels dezelfde foto als ons, want die stond net op dezelfde plek. Oh! Ja, dat is wel ah, net tussen de vallen in. Ja, ik ga ietsje uitzoomen, want ik heb best wel ingezoomd. Zo. Zal pas nog wel scherp zijn. Ja, wat iets minder actief. Actief, ja. Ik kan wel even kijken. Maar die bui die jij daar ziet, die is nog wel goed actief dan? Hij heeft wel even rust. Hij pauze. Hij zit even. Ja, ik ben gewoon ja. Ja. Ja, precies. Nice. Ja, dat hadden wij net ook. Ja, gaat er inderdaad wel een beetje uit. Oh, jij hebt feest daar? Zo. Ja, ik heb de hele tijd, zeg ik nou. Ja, nice. Zie je? Dat gaat nu. Oh ja. Zien we dat bij. Oh ja, een beetje maar minder actief. Die van ons wordt minder actief en die van jou is wat harder actief. Maar die begint wat te activeren dan daar nog weer. Lang niet alles op LM dan, denk ik. Als ze zit bij die van Emmen. Ja, zo. Oh, kijk hier. Dat is weer die. Ja, maar die schiet naar ons door. Die is van ons. Oh, maar die heb jij dan... Nee, oh, die heb ik heel mooi. Nee, precies. Ik heb hem in beeld. En mooi ook. Ik
Ik zal nog meer uitzoomen, denk ik zo. Dat was een de recht naar beneden met heel veel uitzakking. Ja, ja. En die, een uitzakking naar, nou zeg maar, naar de hond. Ja, maar het is wel een beetje uit. Dus. Ja, het hevigst is eruit, dat is wel jammer. Ja. Ik zal naar bij de buien kijken. Er komt natuurlijk, ik heb die rotatie zit, dat mensen zo hard zitten op de gitaar. Maar die rotatie zit erin, dus dat is echt een beestand. Ja, daar zit er wel genoeg energie om aan te spreken. Maar dat komt nog. Oh nee, die gaat niet. Ik schop ondertussen tegen de fietsenstandaard aan. Dat is niet heel goed. Ja, dat is net neergezet hoor. Ja. Ik denk al, wat doen die mensen achter mij? Want dat zitten dus heel snel. Dat is ook leuk. Dan zijn die dus fiets, buiten de fietshok. Maar dat vind ik alleen maar beter. Dat waren niet gedaan. Nee, niet eens. Oh, nee. Ik dacht dat jij dat net deed. Fiets aan de buiten, ja. Gelijk. Waar is dat droog? Ja, waar komt die politie hier? Oh, die hebben hele schuld. Ja, dat vragen wij ons op zijn geld. Ja, ze hebben de fiets. Kaart kopen? Nee. Je hebt 80% van je internetbundel gebruikt, Mel. Kaart kopen, zegt hij. Kopen, kopen! 80% van mijn internetbundel? Ja. Oh. Jeetje, oh, keer. Oeh. Oké, dit zijn de... Dat had je gezien, hè, de buien. Nou goed, ik zal straks even op de radar kijken. Maar de eilanden krijgen we ook inderdaad. Wat voor datum zijn we vandaag? 16 of 15? 16. Ja, dan moeten we de stream zo uit doen, ik heb nog wel wat nodig. Is, als we misschien gaan duiken, jou dan nog, dat wij daar van een gebouw zijn. Het zit op hoeveel gig zit ik dan? Dat mag dan niet voor jou, nu jouw bui is. Nou, we sluiten de livestream af. Ja. Allemaal dag bedankt mensen. Voor het kijken. Ja. Nou, we stoppen de livestream nu hier. Ja. Want, serieus praten nu. Ja, nou, dag mensen. Ja. Tot kijk. Welterusten.